Hi allemaal, zoals jullie in een vorige video van ons hadden kunnen zien, de Toko en Action Shoplog, had ik een Bami soep doos gekocht met echt 40 stuks aan Bami soepjes. Als je de video nog niet hebt gezien, check dan eventjes de beschrijving, want daar hebben we een link in verwerkt. En wat ik dus ook vertelde in die video is dat ik gewoon die Bami soep normaal eet, maar ook wel eens een versie die iets meer geüpgrade is met allemaal dingetjes toegevoegd. En jullie waren best wel geïnteresseerd naar dat recept. Maar onze zus Serene heeft dat recept al jaar geleden gedeeld. Link daarvan staat in de beschrijving. En daarom vonden wij het leuk om in deze video jullie drie andere recepten te laten zien. Wat je dus kan doen met Bami soep. En ze zijn super lekker, super makkelijk en je moet het gewoon echt proberen. Dus kijk vooral verder. Het eerste recept noemen we faux faux beef. En hiervoor heb je nodig Bami, het sap van 1 limoen, 1 eetlepel suiker, 2 theelepels vissaus, sambal of chili flakes, biefstuk, taugé, basilicum en munt. Allereerst kook je de bami en het bouillon behoud je. Hieraan voeg je een half zakje seasoning aan toe. Voeg vervolgens het sap van 1 limoen toe en roer het goed door. Voeg daarna 1 eetlepel suiker toe en 2 theelepels vissaus. En zorg ervoor dat alles goed is opgelost in het mengsel. Voeg vervolgens wat chili flakes toe of sambal en nog rauwe, fijn gesneden biefstuk. Maak je geen zorgen, de biefstuk zal garen in de bouillon. Vervolgens voegen we een handje taugé toe. Daarna leggen we nog een bord bovenop de kom om te zorgen dat het vlees helemaal gaar wordt. Daarna voegen we nog munt toe en die scheuren we fijn. Ook de basilicum scheuren we in stukjes. Op deze manier komt de smaak wat beter vrij. En natuurlijk voegen we koriander toe. Nog wat schijfjes limoen om het af te maken. En klaar is je faux faux beef. Het volgende recept noemen we Tom Kha Kainda, omdat hij lijkt op de Tom Kha Kai soep uit Thailand. Hiervoor heb je bami nodig, Thaise currypasta, 2 theelepels vissaus, een blik met kokosmelk, garnalen, 1 limoen, 1 eetlepel suiker en een handje koriander. Kook je bami en giet deze af en zet deze nog heel even apart. Kook daarna in een steelpannetje de kokosmelk en voeg hier vervolgens een half zakje seasoning aan toe. Zorg ervoor dat deze goed oplost in de kokosmelk en voeg daarna de rest van de ingrediënten toe, zoals 2 theelepels vissaus, 2 lepeltjes currypaste. Dit is echt puur naar smaak. We begonnen eerst met eentje, toen hebben we geproefd en toen voegden we nog een tweede toe. Maar proef vooral zelf en kijk wat jij lekker vindt. Daarna voegen we nog een handje taugé toe, dat zorgt voor iets meer bijt in de soep en nog ongeveer iets van 10 garnalen. We hebben al gepelde en gekookte garnalen gebruikt. Als ze rauw zijn, zorg er dan voor dat je ze eerst even gaar maakt of gaar kookt in de kokosmelk. Pak daarna de gekookte bami er weer bij en voeg alles samen. Knijp nog 1 partje limoen uit in de soep en voeg daarna de rest van de toppings toe. Zoals extra garnalen, koriander, nog een beetje extra koriander. Oké, nog extra koriander, want ik hou erg van koriander. En nog een aantal partjes limoens en wat hot sauce. Deze hot sauce hadden we niet genoemd in het begin, maar die had je natuurlijk in je tas. I got hot sauce in my bag. Swag. Oké, dat was heel erg flauw. Roer het vooral nog niet door, want het ziet er zo mooi uit. En geniet er daarna wel van. Pak van alles een beetje in 1 hap en dan weet je zeker dat je goed zit. Het derde recept noemen we sweet and sour, omdat deze saus echt lijkt op sweet and sour. Je hebt bami nodig, een halve cup ketchup, een teentje knoflook, een gele en een rode paprika, ananas in blik en het sap daarvan en nog chilisaus. Dit keer beginnen we in de keuken, want we gaan een beetje wokken en daarvoor hebben we natuurlijk een wok nodig. In deze wok doen we een eetlepel olie en deze swirlen we een beetje rond, want hierin gaan we de paprika stukjes bakken. We beginnen met het bakken van een teentje knoflook. Deze kan je snijden, maar wij persen hem fijn in een knoflookpers. Daarna voeg je de blokjes paprika toe. We hebben een halve gele paprika gebruikt en een halve rode. En daarna voegen we nog het sap van het ananasblik toe en wat stukjes ananas. Zoals je ziet is het best wel veel sap, maar we gaan hier straks ketchup aan toevoegen en chilisaus. Dus dan wordt het allemaal dik en we gaan het koken. Dus we beginnen met een halve cup ketchup en deze schrapen we echt helemaal leeg.
En hierdoor hoeven we dus ook geen zout toe te voegen. Dus de seasoning laten we achterwege. Vervolgens voegen we nog een scheut chilisaus toe. En roeren we het allemaal goed door en brengen we het aan de kook. Als je het iets te zoet vindt, dan kan je nog een scheutje azijn toevoegen. Want op die manier maak je het wat meer in balans. En vervolgens kook je weer je bami. Het is echt magisch, hè? En voeg je de saus toe. En zoals je ziet hebben wij niet alle saus toegevoegd, want het was een beetje veel. En dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Nou, dat waren drie hele leuke ideeën om je simpele bami-soep om te toveren tot iets interessants, spannends. Toch? Ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Yes. En Liz, welke van de drie vind jij het lekkerst? Vond jij het lekkerst? Ik vind het heel lastig, want ik ben echt een sweet en sour persoon. Maar ergens vond ik nummer 1 en nummer 2 ook wel echt super lekker. Maar als je moest kiezen? Nummer 2. Ja? Nu even. Nummer 1. Ik vind ze echt, alle drie vond ik ze echt super lekker. Ja, en wat we wel even willen zeggen is, het is natuurlijk niet the real deal zoals je hem echt, zoals nummer 1, weet je wel. Ik hoop dat we niemand van Vietnamese afkomst nu hebben beledigd. Het was gewoon een leuke hack om het op een hele simpele manier voor elkaar te krijgen. Hetzelfde met de tweede en de derde. Dus dan weten jullie dat. Yes, inderdaad. Maar het is gewoon heel erg leuk om gewoon te zien wat je eigenlijk nog meer met bami soep kan doen. Dus ja, heel snel ook in een handomdraai. Ja. Ja, en lekker om uit te proberen. Dus ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Laat ook vooral eventjes weten welke jou het lekkerst lijkt. En of je misschien ook nog andere ideetjes hebt wat je kan doen met bami soep. Laat het eventjes weten in de comments. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!